en heren, we gaan naar binnen toe. Op deze laatste dag mogen de peuters nog één keer lekker spelen. Niet aan het hek, niet aan het hek. Want dan valt hij om. Want door bezuinigingen moet Dikkie Dik dicht en er is geen plek op de andere drie peuterspeelzalen in Neerijnen. Ik vind het voor de kinderen heel vervelend, want daar is op dit moment helemaal geen opvang voor. De ouders van de peuters voelen zich overvallen. De gemeente Neerijnen zegt er alles aan te hebben gedaan om Dikkie Dik te redden. Dat de peuters nu geen speelzaal in de buurt hebben, kan gevolgen hebben. Nou, je ziet gewoon dat kinderen die van een peuterspeelzaal gebruik gemaakt hebben of naar een kinderdagverblijf zijn gegaan, veel beter voorbereid zijn op het gaan naar een basisschool. Ze weten dat ze in de kring moeten zitten, ze weten dat ze naar de juffrouw moeten luisteren. Hun start op de basisschool is daardoor gewoon veel beter. Ik hoop gewoon dat er een oplossing voor de kinderen komt. Dat is het allerbelangrijkste. En die komt er mogelijk. De basisschool naast de deur is in beeld en er zijn gesprekken met de gemeente om voor volgend jaar geld vrij te maken. Zodat de peuters weer lekker kunnen peuteren. Even springen, even springen, even springen, ja, ja.